Billfinger. Ik sta voor een bord. Ik sta voor echt een heel mooi bord. Waarop staat dat wij op 16 mei 2014 een mijlpaal, de unieke mijlpaal bereikt hebben van 5 miljoen uur gewerkt voor een verzuimongeval. Bij een mooie prestatie staan we graag even stil. 5 miljoen uur werken zonder verzuimongeval, behaald op 16 mei 2014, is absoluut een resultaat om te vieren. Billfinger Industrial Services België-Nederland deed dat met een bustour langs verschillende werklocaties. Ja, de bustour houdt in dat wij met al onze collega's van alle locaties en onze opdrachtgevers van alle locaties willen vieren dat we die mijlpaal van 5 miljoen uur gehaald hebben. We willen dus delen met elkaar, we willen extra cachet aangeven, zodat iedereen weet dat wij het belangrijk vinden en dat we het belangrijk blijven vinden om misschien wel de 6 miljoen uur te halen. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Ja, 5 miljoen uur ongevalvrij, ongeval zonder verzuim, dat is echt uniek voor Billfinger. We hebben ooit wel eens de 3 gehaald en uiteindelijk ook de 4, want anders kom je niet tot de 5. Maar de 5 miljoen is echt uniek voor Billfinger. En als je dan ook realiseert wat dat betekent, hè? 5 miljoen uur werken, als je naar 1 manjaar kijkt, dat is 1600 uur, dus dan moet je 3125 jaar werken als individu om dat te halen. Je kan hem ook omdraaien, 3125 individuen hebben 1 jaar ongevalsvrij gewerkt. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè? In die grootheden moet je dat ook gewoon zien. 5 miljoen is echt uniek en heel veel. En namens PP wil ik jullie bedanken voor wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Ik vind het een unieke prestatie. Het is ongelooflijk dat dan een contractor 5 miljoen uur kan werken zonder een ongeval. De focus die Billfinger heeft op veiligheid en gezondheid staat ons zeer tevreden. Dat is voor ons ook de allerhoogste prioriteit. Dus het feit dat zij dit voor elkaar hebben gekregen is echt fantastisch. Geef het maar te doen. Met 20 graden vorst heb ik hier ook stellingbouwers gezien boven de D220. Om hangstellingen te maken, isolatie weg te halen. Ik zie daar ook onze super isoleren staan die we dan elke keer weer bellen zonder dat het gepland is. Kan je ons alsjeblieft helpen, want er staat er wat te lekken. 5 miljoen uren zonder incidenten vinden wij een topprestatie. In het werk wat jullie doen, dat is in de line of fire, gevaarlijke omstandigheden, hoog, koud, nat. Dat vinden wij echt een topprestatie. Werkelijk waar. Complimenten. Zo'n bijzonder resultaat hebben we bereikt door goed met elkaar samen te werken. Een topprestatie waaraan iedereen heeft bijgedragen. Alle medewerkers vieren het feest graag mee. Nou, ik vind het sowieso heel knap dat we zo'n mijlpaal bereikt hebben en dat je dan zoiets organiseert. Ja, dat is geweldig. Ook naar de mensen toe hier, maar ook naar onze opdrachtgevers. En als ze zo'n bus zien rijden met het logo en zoveel uren veilig werken, ja, dat vind ik gewoon top. Nou, ik vind het wel leuk dat ze dat voor de mensen doen zo. Ik vind wel dat de mensen het ook verdienen. Ze werken er hard genoeg voor. En ja, dat we zo'n mijlpaal bereikt hebben, op naar de volgende. Ja, ik vind het echt goed en geeft motivatie. Dan weet je dat je het goed hebt gedaan, van mijn kant. Ja, het geeft een goede gevoel en dan heb je meer naar je zin. Verschillende initiatieven op het gebied van communicatie en veiligheid hebben ons geholpen om uiteindelijk de 5 miljoen gewerkte uren zonder verzuimongeval te behalen. Jullie hebben bijvoorbeeld een veiligheidskundige, zeg maar. Ik denk dat hij 40 uur per week hier op het terrein is. Met advies, met lessen van collega-bedrijven waar wij onze vruchten van plukken. Ik moet zeggen, dat doen jullie op een zeer, zeer professionele manier. Nou, veiligheid staat bij mij erg hoog in het vaandel gewoon. Ik zit zelf ook in de organisatie. We hebben geregeld toolboxen daarover. We krijgen ook s'morgens een pep talk van de voorman. En ja, de jongens doen daar heel erg veel mee. Wat we nu allemaal gedaan hebben, onder andere de wake-up call. De mensen meer informeren over alle veiligheidsitems die wij hebben. Die de dag ervoor gebeurd zijn, maar ook op andere locaties. En ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. En door deze mijlpaal, ja, dan hebben wij het toch heel goed gedaan. Maar wij niet alleen, wij met z'n allen. Billfinger is trots op deze bijzondere prestatie. En nu op naar de volgende stap. Op naar 6 miljoen uren zonder verzuimongeval. En wie weet, nog meer.